Alsof er niets aan de hand is, trekken bezoekers van het Ingenieur Otterbad hun baantjes. Maar er staat een feestweekend voor de deur. Het Otterbad in Woensel-Noord bestaat 50 jaar. Een halve eeuw geleden werd het bad geopend. Enkele dagen later, 17 oktober, werd het Ingenieur Ottenbad in Woensel officieel geopend door mevrouw Otten Philips. En 50 jaar later is het zwembad een begrip in Eindhoven. Veel Woenselnaren weten hun weg naar het Otterbad al van kleins af aan te vinden. Dat geldt ook voor Minke van Hamond. Je tilt je been op, hij draait zijwaarts, daarna strek je hem uit. Al 27 jaar geeft ze zwemles in het Otterbad. Ik zie me hier als de dag van gisteren nog binnenstappen. En ik sta op de bakrand in het 25 les te geven. En mijn collega tikt me op mijn rug en die zegt van je moet dadelijk inklokken. En vanaf toen werkte ik hier. Ja, dat zie ik nog voor me. En ja, het is mijn passie. En ja, dan merk je de aantal jaren niet meer hoor. Dan is het allemaal prima. Ja. En laag, en laag. Naar beneden. En terug. Naar beneden. Ja, alle oefeningen die ze voordoet, het heel weekend oefeningen thuis om het hier ons te leren. Een beetje ook voor de gezelligheid. Ja, want wij moeten veel gezelligheid hebben en we moeten goed in beweging zijn. We wilden nog meer. Ze zien elkaar iedere week, zijn heel betrokken bij elkaar. Als er iets is, hoor je dat ook lief en leed wordt met elkaar gedeeld. En er is ook ruimte voor. Ik zeg altijd, ik heb hele brede schouders. Bij mij mag je uithuilen en bij mij mag je lol maken. Maar we gaan ook sporten in de les. En reken maar dat dat gebeurt in de les. Langs het zwembad hangen oude foto's van toen het bad net open was. Sindsdien is er veel veranderd. Maar als zwemmers het Otterbadvirus eenmaal te pakken hebben, lijken ze er niet meer weg te slaan. Het is vertrouwd. Er zijn geen verrassingen. Het is altijd oké. Je kunt altijd ergens fatsoenlijk zwemmen zonder dat je 5 lagen dik zwemt. En dat is prettig. Je kunt je eigen zijn. En als er iets is, dan helpen ze. En ja, ontspannen. We zwemmen hier al 25 jaar elke week met dezelfde mensen. Dat vind ik heel erg gezellig. Wat denk je dat het Otterbad betekent voor de stad Eindhoven? Het Otterbad betekent voor de stad Eindhoven familiebad. Van dag 1 dat het is opengegaan, hebben we die uitstraling ook willen hebben. Wij zijn echt een familiebad. Wij zijn er voor iedereen. Wij bieden voor iedereen iets aan waar ze zich in thuis kunnen voelen. Dus ja, wij zijn gewoon echt een familiebad. En is het mooi om voor dat familiebad te werken? Ja, dat is supermooi. Anders zat ik hier nu al 27 jaar, denk ik.